Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik een shoplog doen voor hamsters en cavia-spullen. Waarom ook hamsterspullen? Omdat ik eerst een plan was om een hamster te kopen. Maar het is uiteindelijk toch een cavia geworden. Maar ja, ik had dus al wat hamsterspullen gekocht een paar dagen daarvoor. Ik ben op de cavia-kamer, dus je hoort soms cavia's rondrennen. En je ziet Rosie daar ook zitten en Lily daar zo. Maar ja, laten we maar gauw beginnen. Het eerste wat ik heb gekocht is dit. Ik zal even goed scherp staan. Nou, dit zijn dus drie knaagspeeltjes. Ik had deze ook voor deze, maar dan een ander met andere dingen. Maar wel hetzelfde merk, Beezy's. En ja, dan met andere dingen. Ik had een hamburger en nog wat andere dingen. Maar ja, ik wou dus een keer wat anders. Dus heb ik deze drie gekocht. En ja, ik vind het echt super schattig. Maar ja, dit zijn dus ja, knaagspeeltjes. Dan heb ik nog wat snoepjes gekocht voor de cavia's. Dit is voor cavia's en konijnen, deze snoepjes. Deze vinden Teddy en Cody heel lekker. En ik heb ze vandaag ook voor het eerst aan Rosie en Lily gegeven. En hun vonden ze ook lekker. Dus ja, deze. Dan heb ik nog wat nieuwe hemp gekocht. Het is, komt niet echt helemaal goed op beeld, maar... Ja. Dit dus. Dat heb ik dus gekocht. Wacht even mijn statie. En ja, dit gebruik ik als ondergrond in mijn hamster. Ik gebruik het als ondergrond in mijn cavia-kooien. En ook hamsterkooien, behalve bij Mila niet. Want Mila die vindt dat niet fijn. Die vindt alleen kervers fijn. Dus ja. Ik gebruik dit wel altijd voor Daisy en voor de cavia's dus. Gebruik ik dit ook. Nog wat hamsterknaagspeeltjes. Twee van deze. Twee van deze tandenborstels. Dan heb ik nog twee maïs gekocht voor allebei de twee, nou, alle twee de cavia's. Wat zijn Teddy en Cody aan het doen? Ze zijn helemaal rond aan het rennen. Maar ja, deze dus. Eentje voor Rosie en Lily en eentje voor Teddy en Cody. En ze hebben er wel een beetje aan geknabbeld zoals je ziet. Ze zijn al even in de kooi geweest. En ze vinden het wel lekker. Dan heb ik nog meer snoepjes voor de cavia's. Dat zijn deze. Deze waren op. Deze had ik eerst ook al. Deze vindt Teddy en Cody heel lekker. Ik heb ze nog niet geprobeerd bij Lily en Rosie. Die daar ziet zitten. En ze zijn nu met Lily en Rosie. Daar is Teddy met Rosie. Ze zitten pas een half uurtje naast elkaar. Ze zitten pas een half uurtje naast elkaar. Dus ze zijn nog een beetje drukjes. Omdat Teddy en Cody dus vrouwtjes zien. En dat hebben ze al heel lang niet gezien. Dus ja, daarom zijn ze een beetje drukjes. Maar daar heb ik ook een video over gemaakt over hun ontmoeting soort van. Maar ja, deze snacks dus van merk Puik. Ik koop meestal snacks van merk Puik omdat dat natuurlijk is. En ja, dus niet echt heel erg chemisch. En dan het laatste, ook het grootste ding. Oké, dit is lekker op beeld. Maar ja, ik kan dit niet helemaal filmen. Ja, zo dus. Dus dit is weer bergweidehooi. Dat koop ik altijd. Dit is 3,5 kilo. En dit is los. Dat vind ik fijner dat het vast zit. Want als het vast zit is het altijd een beetje... Ja, vind ik het niet echt fijn hooi. Dit is gewoon lekker los. En dit kost 8,99 zoals je ziet. En ja, dit hoor ik altijd voor mijn cavia's. En die vinden ze heel lekker. En dit was alles wat ik heb gekocht. Dus ja, dit was alles wat ik heb gekocht. Mijn camera is niet scherp. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En laat nog een video achter voor de volgende video. Hamster video's, of cavia video's en dan video erbij. Wat jullie graag willen zien. En ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!